Annemarieke's project is nog maar net begonnen. Maar de eerste hebben zich al aangemeld. Ik vraag ze om iemand uit te zoeken, binnen de wijk het liefst. Die zij willen fotograferen, om wat voor reden dan ook. Ik heb Johan Bernhards uitgekozen om te fotograferen. Johan was een actieve wijkbewoner. En op het moment is Johan vrij ernstig ziek. Zit aardig in een negatieve spiraal, dus ik wilde hem ook gewoon even in het zonnetje zetten. Ik heb wel ja gezegd, want ik vind het toch wel bijzonder dat ik gevraagd word. Regine wilde haar foto eerst buiten maken, maar dat gaat niet lukken. Omdat Johan ziek is, besluit ze dan om hem te fotograferen in een stoellift. Ja, heel hoog, hè? Op het moment dat je zegt, mag ik een foto van je maken, dan moet je wel in gesprek gaan met elkaar. Dus dat is het doel, denk ik, van het project. Fort de Zeekant had niet altijd een goede naam, maar volgens de bewoners gaat het de laatste jaren weer goed. Dit is een hele diverse wijk, heel volks ook wel. En echt wel absoluut multiculti. Als je iemand nodig hebt, waar in welke straat ook dat hij woont, je kan al best aankloppen en iedereen staat voor elkaar klaar. Regine is tevreden met haar foto. Hij kan enorm lachen, maar dat doet hij de laatste tijd niet meer. Dus ik kwam per se lachend en ik zie een bepaalde trots in zijn blik. Nou, ik voel het meer als waardering, maar dat zijn ook cadeautjes, dus ja, het is wel een cadeautje. Ja, ik vind het heel leuk. Ik weet zeker dat dit heel veel mooie verhalen gaat opleveren. En dat je op een, wat is het, een vierkante kilometer gewoon een wereldreis aan het maken bent, zeg maar. Met alle culturen en de achtergronden en de geschiedenis van de mensen. Oh. Missen! Oké.